Ruim 360 rode mariekes kwamen vandaag massaal naar de 14e landelijke Red Hat Society Conventie 2018. Dat is een groep dames die elke maand bij elkaar komt voor activiteiten. Vandaag was een bijzondere dag, want de jaarlijkse conventie werd gehouden in Nijmegen ter ere van het jaar van Marieke. De Rode Mariekes is een Red Hat Society chapter, een wereldwijde organisatie. Overkomen waaien naar Europa en in Nederland hebben we over de 100 chapters. En vandaag hebben we een afvaardiging van die 100 chapters. En we hebben hier vandaag 360 Red Hatters om met ons de conventie, de 14e landelijke conventie van Nijmegen nu te vieren. We zijn in sisterhood gezellig bij elkaar. We brengen de dag gezellig door met elkaar in friendship en fun. En de opzet is dat bestaande contacten worden aangehaald, nieuwe contacten worden gelegd. En gewoon, zoals we zeggen, en wat ook ons thema is vandaag, celebrate 50+. En dat gaan we volop doen. Het is een bijzonder jaar, omdat het dit jaar 500 jaar Marieke van Nimbegen is. Daar hebben wij natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt. Want in het ochtendprogramma zal Marjolein Pieks, alias Marieke van Nimbegen, het Heimweelied zingen. En ik krijg er altijd kippenvel van, moet ik eerlijk zeggen. En daarna zal zij worden geïnaugureerd als beschermvrouw van de Rode Mariekes van Nimbegen. En dat is het ochtendprogramma. Dan vindt er een lunch plaats van 12 tot half 2 ongeveer. In het middagprogramma dan ontvangen wij Hubert Hendricks. En Hubert, de bekende Nijmegenaar in hart en nieren, die een mooi stukje van Nijmegen neer gaat zetten. En dan na Hubert komt er een optreden van Opera Della Casa. Een cabaretgroep uit Groningen die ons kostelijk gaat vermaken.